iemand iets wat hem of haar bezighoudt? Of is ingevallen of whatever? Hans? Het was wel grappig toen je net naar mij keek, toen ging er echt een siddering door mij heen. En later dacht ik, dat komt waarschijnlijk ook omdat wat je gisteren hebt gezegd, dat ging over dat er voor de deur naar de waarheid eigenlijk niets meer meegenomen kan worden. Dat alles achter me blijft. Dus dat heeft, vanmorgen ook in mijn hoofd is te blijven zieken. Dus toen ging ik maar even wandelen. Toen dacht ik, ja, het is zo radicaal dat ik eventjes wat ik. Dat is wel heel veel namelijk. Ja, alles is best veel. Ja. Het is veel dieper dan loskomen van wat obsessies. Yes. Bevrijding in die zin, met een hoofdletter, heeft niks te maken met loskomen van een paar patroontjes of psychologische onhandigheden. Wat heel fijn is als die mogen wegvallen in iemand, hè. Dus daar is niks tegen. Dat is fantastisch zelfs, maar dit gaat eigenlijk, het is eigenlijk vernietiging. Nou is dat weer gelijkertijd niet zo erg als dat het ego, die bakt daar weer iets van, weet je wel. Die maakt altijd overal een ding van, dus ook daarvan. Maar we gaan in ieder geval, wat ik probeerde te zeggen, inderdaad niet die deur door als we nog allerlei tasjes en dingetjes mee willen nemen. Dan kom je er gewoon niet in. Wat ik wel denk is dat het ook niet helpt om te zeggen, ik ga mijn leven helemaal anders doen. Dat helpt hooguit voor dat je dan andere dingen tegenkomt. Precies. Maar dat garandeert geen bevrijding. Het meest lullige is dat je gaandeweg erachter komt. Twee dingen. Je kunt niet stoppen met erbij bezig zijn als het je te pakken heeft. En je gaat steeds meer zien dat je het niet kan doen in de zin van fixen. En je hele systeem is geprogrammeerd om te proberen dingen te fixen. You're a problem solver. Maar dit is geen probleem in de klassieke zin, zou ik maar zeggen. Het gaat om het wegvallen van de kern. Dus die probleemoplosser moet oplossen. Nou, dat is een rare, paradoxale toestand. Waar als we alleen maar ego-mind gebruiken, komen we daar niet uit. Dus we moeten dieper. En het enige wat de ego-mind kan doen is zichzelf vragen blijven stellen. Nou, ik zou dus, daarom noem ik het expres ego-mind, je hebt ook gewoon intelligentie. Dus een vraag kan opkomen uit ego-mind en die zal dan altijd een angst, stress en ik wil iets bereiken component hebben. Je hebt ook gewoon functionele mind die je gebruikt als je een brug wil bouwen en berekeningen wil maken. Dus strikt genomen heeft ego daar niks mee te maken. Je moet gewoon de juiste berekeningen maken zodat dat ding die auto's houdt en tegen de wind kan en zo. Dat vermogen hebben we ook om gewoon op een heldere, alerte, open manier naar dingen te kijken. Dus gewoon pure intelligentie in actie. Als we zelf onderzoek willen doen, hebben we dat nodig. Die ego-mind is de hele tijd bezig met belangen. Puur kijken, onderzoeken, denken, doorvoelen. Dat gaat niet over belangen, maar gewoon om te kijken hoe het is. Die houding, als je dat zo wil zeggen, die heb je nodig om zelf onderzoek te kunnen doen. Dus ik wou nog terugkomen op wat jij gisteren zei van, over dat mediteren. En zoals bekend ben ik daar geen fan van. Maar je had natuurlijk wel een punt. In de zin van als je in zo'n fucked up toestand zit, dan kun je niks onderzoeken. Dus dan kan het handig zijn om even gewoon 10 minuten te gaan zitten. En
die spanning af te laten vloeien. Alleen moet je het daar dan niet bij laten, als je rustig bent, zou ik maar zeggen. Nee, dan moet je eigenlijk je onderzoek starten. Dus daar kan een techniekje van even gaan lopen, of even voor mijn part een yoga oefening, of even een kwartiertje ademhaling helpen, zodat er een soort kalmte ontstaat. Maar dan moet je beginnen. Dat is geen eindpunt. Dat is eigenlijk proberen een voorwaarde te scheppen, waardoor ik durf te kijken vanuit een helderheid en durf te voelen en de confrontatie aan durf te gaan. Dus dat is handig. Zelfonderzoek begint zeg maar met iets wat je bezighoudt. En dan zou je eigenlijk daar zo op gericht moeten blijven totdat het is opgelost. Maar soms zul je merken dat je heel onrustig wordt. Als die geest heel onrustig is, kun je niks onderzoeken. Dus dan moet je weer even eruit. Op wat voor manier dan ook. En of dat in bad gaan is of tai chi, I don't give a shit. Maar je moet dan even de boel weer laten kalmeren, maar het dan weer oppakken. En niet aflatend daarnaar kijken, over nadenken, luisteren, voelen. Zien wat er opkomt, waar je vasthoudt, waar je afhoudt, waar je belangen zitten. Net zolang tot het vernietigd is. Nou, dan heb je meestal even, als zo'n stuk uit elkaar is gevallen, heb je wat rust en wellicht een gevoel van vreugde of angst. Kan ook natuurlijk. Nou, dan krijg je even pauze. En then you go again. Want we hebben meestal een aantal dingetjes waaraan we zo gehecht zijn of gewend zijn, die als een ketting aan ons been zitten. Er zijn er maar weinig die maar één ketting hebben, zou ik maar zeggen, weet je wel. Het is strikt genomen maar één ketting, ik. Maar het heeft allerlei vertakkingen, zeg maar. En of course, in de kern van wat wij onszelf noemen, zit een hele sterke angst- en vasthouden-energie. En die is bang eigenlijk voor alles wat radicaal is. En dan herinner ik me altijd nog Adida, die dan riep tegen iemand die helemaal zo zat toen hem duidelijk werd wat zelfonderzoek was en waar die naar op weg was. I'm feeling scared. En hij zei ja, en dat is maar goed ook, want anders zou ik aan je verstandelijke vermogens gaan twijfelen. You should be afraid. Dus in die zin, daarom zeg ik dat, niet omdat ik Adida per se zo leuk vind, maar als je aan een zelfonderzoek bezig bent en in dat onderzoek komt niet een moment van oeh, weet je wel, en dan weet je dat je gewoon iets pietluttigs aan het onderzoeken bent. You should be scared now and then. En een beetje geschokt en of tot een ontdekking komen. Ik dacht dat ik het voor mekaar had, maar pff, ik zit er gewoon naast. Het is confrontatie, het is niet per se fun. De fun is pas als iets weg is. Dat je ineens voelt dat je kan ademen. Maar ik zeg altijd maar, het is nog veel minder fun als je het door hebt dat je slaapt, om te blijven slapen. Ik ging liever door een paar van die horror shows heen, zal ik maar zeggen, die ik moest zien, dan het maar zo te laten in zo'n halve nachtmerrie. Waarvan ik wist dat alles onecht was en ik zag gewoon dat mijn leven is een luchtkasteel op drijfzand en ook nog gebouwd langs de afgrond. Ik kan ieder moment naar beneden donderen, weet je wel. Dat van die afgrond is nog steeds natuurlijk. Want er hoeft maar één adertje hier verkeerd te gaan. Hè? Maar goed, dat terzijde. Is dat een beetje een opbeurend betoog zo? Zondagochtend. Maar wat ik als gewoon vond, die probleemoplossing. Dat die moet oplossen, die verdomme, dat ben ik. Ja, exact. Zo. Vond wel heel mooi, maar ook heel confronterend. Zo. Ja. Die probleemoplossing, die herken ik wel. Yes. Dan wist die verdomme, maar ja, wel goed in. Ja, daar kun je heel goed in worden, ja. Ja.
verkeerde paard gered. Sorry. Ja, dank u. Dus het is een van de kerndingetjes van wat we dat ego noemen. Trying to fix something. Wat dus betekent dat je erover uitgaat dat er iets mis is. Er gebeurt iets, je hebt al je duiding klaar en dan ga je het oplossen. Maar je weet, wat ik al eerder zei, eigenlijk niet eens wat het is. En waar haal je het vandaan om te denken dat het anders moet? Voor wie? Dus we kunnen inderdaad heel goed worden in dingen oplossen. Maar we hebben niet in de gaten dat inderdaad die probleemoplosser daarmee in stand blijft. Die wordt steeds sluwer. Ja, want hij heeft het probleem toch ook zelf gemaakt? Ja, exact. Ja. Maar dat hebben we dus niet in de gaten. En hij doet dat alleen maar om zichzelf een functie. Ja. Net wat ik zei, van een bankier zal altijd zeggen dat jij hem nodig hebt. Want het is his business. Dus hij verzint iedere keer weer nieuwe dingen. Die er al is, maar hij maakt ervan, dat moet je bereiken. En dan moet je voldoen aan die en die set eisen. En dan moet je echt 40 levens overdoen, jongen. En braaf zijn. Nou, en dan heeft hij het fijn in tijd geplaatst. Hij heeft een grote afstand gecreëerd. Hij heeft het heel moeilijk gemaakt. Nou, there you go. En dan heeft hij op zijn minst 40 jaar... aan het lijntje. En dan gaat hij je ook vertellen van, je hebt al vorderingen gemaakt hoor. Best wel. Ja. Wat betekent dat je een paar schakels aan die ketting bijgekregen hebt. Dus je ketting is iets langer. Je hebt inderdaad wat meer bewegingsruimte, maar je zit aan diezelfde paal. Maar je kan dan net bij dat andere gras, weet je wel. Als je schuin naar gras kijkt, lijkt het daar groener. Heb je die koeien niet door, het is gewoon lichtval. Die willen altijd zo door dat hek heen, zo, niet echt door het hek vrij, maar gewoon daar eten. Zoiets. Dan schuiven we het hek iets op en dan, je bent bevrijd hoor. Terwijl je lust niet eens gras, maar ja, ze eten allemaal gras, dus dat zal wel goed zijn. Dus de vraag die kwam hier, en waarom weet ik niet, het komt gewoon in je op, op een gegeven moment, jaren terug in mij op, als er dan iets speelde. Wat gebeurt er nou als ik gewoon afstand doe van proberen dit op te lossen? Wat gebeurt er als ik helemaal niets doe, op geen enkele wijze ingrijp? Dus dit in zijn totaliteit gewoon ervaar, zie. Voel wat dat in die body-mind doet. Dus dan is ook het onderzoeken gestopt. Daar ben je dan ook moe van geworden. Nou, wel in de zin van proberen naar een oplossing te komen, maar het onderzoek wordt eigenlijk een veel ruimer iets. Gewoon, dus niet onderzoek met een doel, maar onderzoek wat het is. Dus ja, ik... onderzoek naar hetgeen dat geen object is, dus actie omkeren. Yes. Maar niet proberen dus iets te veranderen, of op te lossen of weg te krijgen, maar het werd veel meer gewoon een totaal openstellen voor wat zich wenste te manifesteren. Precies zoals het was. Very scary. Want dat ingrijpen erop, zeker als je een paar dingetjes geleerd hebt, dan is die neiging enorm van ja, maar als ik nu gewoon mijn hartchakra even verander, dan gaat het gevoel van liefde het overnemen. En dat is veel fijner dan deze angst die nu door me heen dendelt. I could do that. Maar ik voelde op een gegeven moment van dit is allemaal fake. En dan ben ik de hele tijd dingen aan het fixen, omdat ik eigenlijk op de loop ben voor iets. Ik wil hier vanaf, ik wil dat niet ervaren. Hoe kan ik nou vrij zijn als ik de hele tijd zeg ik wil dit niet en dat wel? Dus het is eigenlijk het meest simpele gewoon. En het meest uitdagende om zonder poging tot ingrijpen, verklaren, niks erbij slepen, gewoon let it happen. Exact zoals het is.
En dan kom je tot de ontdekking hoe lastig dat is. Want het klinkt in woorden heel simpel. Maar je geneigdheid om in te grijpen is enorm. En dat is heel subtiel. Ja, kan heel subtiel zijn. Om te zien. Sorry? Dat je soms heel goed moet kijken om het te zien. Ja. Yes. Daarom moet je eigenlijk, nou ja, dat klinkt weer als doen, maar hoe verder terug, dus hoe breder je blikveld is, hoe makkelijker je die sneaky bewegingjes van, oh nou, nu zit ik het echt helemaal te voelen hoor. En dan ineens merk je van, ja, maar ik zit het helemaal te zien en te voelen om ervan af te komen. Oeps. Terug, oké. Nog een stapje terug doen, zodat je die beweging ook ziet. Niet die proberen te stoppen of veranderen, maar gewoon kijken. En dan zie je dat je de hele tijd gewoon grof of subtiel bezig bent de boel te manipuleren en naar je hand te zetten. Dat is weird. En als je je dan afvraagt van ja, maar weet ik dan hoe het beter moet? Ik moest erkennen dat ik het niet wist. Ik wist wel dat ik hier uit de buurt wilde en daar naartoe. Want ik vond het niet fijn en dat wel. Maar ik kan niet bepalen wat goed is. Voor wat, voor wie, voor... I don't know. Dus dat is een volgende confrontatie, dat je gewoon inziet, ik weet niks. Ik doe wel alsof ik een heleboel weet de hele tijd en ik moet daarheen. Maar eigenlijk, eerlijk gezegd, weet ik helemaal niks. Behalve dat ik nergens af kan blijven.